De eerste gemeentelijke automatische externe defibrillator, oftewel AED, is vanmorgen geplaatst bij wijkcentrum De Brak in Leuvensbroek. Wethouder Renske Helmer plaatste de defibrillator en draagt deze over aan de stichting AED Dukenburg. In Dukenburg en Lindeholt komen 6 gemeenschappelijke AED-apparaten. Door de AED's buiten te hangen zijn ze 24/7 beschikbaar voor burgerhulpverleners. Op die manier kan sneller gehandeld worden in het geval van nood. De gemeente Bergendal heeft besloten de plek rond het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn aan te passen. Tijdens de dodenherdenking de afgelopen jaren bleek de ruimte rond het monument voor het cultuurhuis te beperkt om alle belangstellenden een goede plek te bieden. Ook is er gekeken om het monument te verplaatsen, maar dat viel in het verkeerde keelgat bij de betrokkenen. Nu is er dus besloten om meer ruimte te creëren rondom het monument.